De Panasonic GH5, je kent hem wel. Hij is heel populair en een van de best verkochte camera's die Panasonic ooit op de markt heeft gebracht. En de originele gebruikers gebruiken hem tot op de dag van vandaag met heel veel liefde. Maar nu is er de Panasonic GH6. Die maakt eigenlijk van dezelfde formule gebruik als de GH5, ook filmgeoriënteerd. Alleen neemt het net een stapje verder. Elk aspect van de camera krijgt nu extra kracht en extra juice. De GH6 is net als de GH5 een Micro Four Thirds camera, ook wel bekend als MFT. Zelf ben ik een fan van full frame camera's. Maar ik dacht, ik ga de uitdaging aan. Ik heb de camera van Panasonic meegekregen in samenwerking met Camera Nu. En ik mocht hem meenemen naar Barcelona. Ik was super benieuwd wat de camera kan, want ik was zelf altijd al een fan van de GH5. De GH5 is echt een filmgeoriënteerde camera waar ik heel blij van werd. Je had leuke aspect ratios, je kon je LUTs inladen, functies om anamorfisch te schieten. En deze ook gelijk te stretchen in de camera. Je had dus eigenlijk heel veel externe monitoren bijvoorbeeld niet eens meer nodig. En daar heeft de GH5 gewoon heel goed op gescoord bij de filmmaker. De GH6 heeft dat nu dus ook. Ik had een pre-productiemodel, dus die kon nog niet alles qua functies wat Panasonic belooft dat de GH6 zou moeten kunnen. Maar ik heb in elk geval wel een sneak peek kunnen nemen. Wat me als eerst opviel is dat de body, net als de GH5, nog steeds super robuust is en lekker in de hand ligt. Als je kijkt naar de body van de GH6 zie je toch wel verschillen in vergelijking met de GH5. Je hebt meer record buttons, dus meer knopjes om mee op te nemen. En daarnaast heb je ook nog een flip-out screen die we ook al gewend waren. Alleen kan deze nog een stukje tilten, zodat de bedrading, bijvoorbeeld de HDMI-kabels en zo, dat die het schermpje niet in de weg staan. De GH6 is nu ook voorzien van tally lights, opname licht van die rode lampjes, weet je wel, die beginnen te knipperen op het moment dat je op opnemen drukt. Wat gelijk opvalt bij de specs is dat de camera 5.7K kan filmen in ProRes. Dat is voor de video-editor natuurlijk super leuk. Dat is ook de reden waarom ze als media ook nog de CF Express kaarten hebben toegevoegd om op te nemen met een hogere datarate. SD-kaarten kun je er natuurlijk ook nog inzetten, dus je kan verschillende media gebruiken. Ik kijk natuurlijk in hoe ik de camera het beste kan inzetten. Ik was in Barcelona, ik heb dus niet heel veel mensen bij. Ik moest het dus echt hebben van natuurlijk licht en van een mooie locatie die we daar hadden. En een vriend van me die stond voor mij als model. En daar moest ik het mee doen. Het zijn uitdagende situaties waarbij ik met mijn full-frame camera's dat het nog vergevend gezind is op het moment dat het niet allemaal perfect is qua situatie, maar je komt ermee weg. Ik moet zeggen dat ik het met deze camera toch wat moeilijker vond. Gewoon weg omdat de ISO-waardes, als je die te hoog gooit, dan krijg je al sneller ruis natuurlijk, omdat je een kleinere sensor hebt. En ik moest het voor lief nemen en ben ervoor gegaan en heb ervoor gekozen om er iets creatiefs mee te doen en het voor me te laten werken om een verhaal te vertellen. Dus ik heb gekozen voor een dirty feel, een beetje vintage gevoel en het kijkt lekker weg. Ik vond het prima werken op zo'n moment, maar het liefst wil je toch meer controle hebben over de situatie, meer controle hebben over de belichting in je omgeving. Dan kan ik me helemaal voorstellen dat je de camera to the fullest kunt inzetten. Maar gelukkig heeft de GH6 een functie die je aan kunt zetten. En dat is de Dynamic Range Booster. En wat het eigenlijk doet is dat je je dynamisch bereik vergroot. Dus de Dynamic Range Booster maakt het in zijn geheel gewoon een betere camera. Omdat je gewoon veel breder spectrum van alle data kunt verzamelen en kunt opnemen. Nadeel van het gebruiken van de Dynamic Range Booster is dat je ISO begint bij 2000. Dat is best hoog. En je Dynamic Range Booster, die wil je het meest gebruiken met dagen dat de zon er doorheen komt of dat je de wolken goed geëxposed wilt hebben. Dan zou je met 2000 als ISO, zou je wel een ND-filter nodig hebben. Wederom zit de GH6 vol met slow motion functies. Zo kun je tot 120 frames op 4K opnemen. Ik las ook ergens dat je op 1080 rond de 320 frames kunt opnemen. Moet ik even nachecken. Ik ga het toch even hebben over de autofocus. We zijn tegenwoordig zo verwend met alle nieuwe systemen op de markt waarbij de autofocus gewoon subliem is, dat je echt denkt bij jezelf, wow. Maar de GH6 beloofde een betere autofocus te hebben dan de GH5, omdat hij gestuurd wordt door de nieuwe engine, de nieuwe motor. Ik moet zeggen dat de autofocus nog steeds teleurstelt. Ik zou hem niet inzetten, ik kan er niet op bouwen. Maar goed, met film maken, het is fijn. Als je manuele lens hebt waar je mooi kunt scherpstellen, is dat geen probleem natuurlijk. Maar als je on the go snel wilt, net als met vloggen, of gewoon dat je gewoon content wilt schieten zonder te veel na te denken,
dan kan het toch uitdagend zijn. Waar ik de GH6 echt in vond uitblinken, was de beeldstabilisatie. De interne beeldstabilisatie, wat op hun website staat voor 7,5 stops aan stabilisatie, werkt echt. De interne stabilisatie die in de body zit, gepaard met een lens waar ook stabilisatie op zit, wordt het 2 keer gestabiliseerd en dat ziet er echt heel tof uit. Dan kun je gewoon handheld schieten en alle kleine micro-bewegingjes die worden eruit gefilterd. Die lijken gewoon niet te bestaan. Ik denk dat de GH6, de GH5 trouwens ook, maar de GH6 echt de beste camera is wat betreft beeldstabilisatie. De camera heeft eigenlijk alle toeters en bellen, alles wat je nodig hebt als filmmaker. Ik ken geen enkel camera met zoveel functies die ik handig vind als filmmaker die je in de camera hoort te hebben. En al helemaal gekeken naar het prijspunt, want vergeleken met alle full frame camera's kan hij eigenlijk veel meer dan de full frame camera's. Persoonlijk zou ik deze camera niet kopen, gewoonweg omdat we verwend zijn geworden met alle nieuwe camera's die er op de markt zijn gekomen, al de flagship camera's met autofocus, dynamisch bereik. En het is inderdaad een hogere segment en wat duurder. Maar voor het werk wat ik doe, neig ik toch meer naar mijn full frame camera's. Neem niet weg dat de GH6 geen goede camera is. Je kunt denk ik niet een Lamborghini vergelijken met een personenwagen. Terwijl een personenwagen eigenlijk veel handiger zou kunnen zijn in heel veel situaties. Ik kan heel goed begrijpen waarom de GH6 voor zoveel mensen en gebruikers een logische keuze zouden kunnen zijn. Als ik beperkt zou zitten in mijn budget voor mijn eerste camera of eventueel een B-camera, zou dit voor mij ook een logische keuze zijn. Een betere deal vind je niet van een camera in dit segment.